De zomer van 1944. De laatste stuiptrekkingen van het Hitlerrijk. In Normandië konden de geallieerden de Duitse omsingeling doorbreken. De Duitsers werden toen overrompeld. Toch zette Hitler zijn oorlog voort, ten koste van ontstellende offers. Elk weldenkend mens zou anders gereageerd hebben. Stelselmatig bombardeerde hij Luik in Antwerpen. De V1 en V2 waren een zware beproeving. V betekende vergeldingswapen, het oorlogstuig dat de luchtaanvallen op Duitsland wreken moest. Antwerpen werd meer dan 3500 keer getroffen door een V1 of V2. Hitler kende slechts één gebod: elke actieve tegenstander fysiek vernietigen. De terreur moest ten top gedreven worden. Ook vele burgers werden het slachtoffer van zijn waanzin. Uiteindelijk stortte het Duitse Rijk definitief ineen. België kon binnen enkele dagen bevrijd worden, zonder veel tegenstand. Op militair gebied beleefde Duitsland de ene catastrofe na de andere. Op 25 augustus vierde Parijs een triomf. Op 3 september verkeerde Brussel in feeststemming. In het Vaartland en in de Ruppelstreek deerden geruchten de ronde dat de geallieerde tanks in aantocht waren. Ter hoogte van het fort van Breendonk werd de 11e Panzerdivisie onder leiding van majoor Dunlop opgehouden door de Belgische officier Robert Vekemans. Hij stuurde de tanks langs een smalle zandweg naar Klein-Willebroek. De ondermijnde tolbrug werd ontmanteld. De panzerdivisie kon zo ongehinderd de overzijde van de Ruppel bereiken. Op een zondag in september van 1997 herbeleefde Boom de bevrijding met een historische reconstructie. Daarvoor werden originele Sherman tanks, panzerwagens, Duitse terreinwagens,
jeeps en een honderdtal figuranten in authentieke legeruniformen ingeschakeld. Alle manoeuvres die de Britse 11e Panzerdivisie en de Duitse troepen uitvoerden, werden nagespeeld. Beschietingen en explosies inbegrepen. De verrassende verovering van de Boomse bruggen was zeer belangrijk voor de verdere bevrijding van het land. Het stelde de geallieerden in staat om naar Antwerpen door te stoten. De Duitse zijde werd uitgebeeld door een Britse groep. De explosies werden echter uitgevoerd door een Nederlander. Hij is specialist in oorlogsvoering en verzorgde onder meer het bom- en rookwerk in de speelfilm Een brug te ver. Hier zijn de Britse troepen op het grondgebied van Boom aangekomen. Ze zijn nu klaar om onder leiding van Robert Vekemans een bliksemsnel manoeuvre uit te voeren. Het hele traject van Weleer wordt nauwkeurig gevolgd. De Sherman tanks en de gepantserde verkenningswagen zijn vertrekkens klaar. De slag om de bruggen van Boom kan beginnen. Even later blazen de Duitsers de kanaalbrug op en trekken zich terug over de Ruppelbrug. Een Sherman-tank beschiet de Duitsers. De kolonne met legervoertuigen en manschappen heeft zich in beweging gezet. De Britten trekken vervolgens in ijltempo door het centrum van de gemeente Boom, al over de Grote Markt. Daar wordt de kolonne in twee gesplitst.
De Duitsers kijken verrast op als zij op de brug in de rug worden aangevallen. Het gevecht is kort en hevig, maar verloopt gelukkig zonder bloedvergieten. Niemand wordt gedood. Enkele Duitsers geven zich over. Verzetslui rapen de geweren op en houden de soldaten in bedwang. Intussen heeft Robert Vekemans de springlading onder de brug onschadelijk gemaakt. Toch blijkt kort nadien dat de strijd nog niet helemaal is gestreden. Sommige Duitsers blijven koppig doorvechten. De verdedigingsgordel is wel doorbroken, maar nog niet helemaal opgerold. Plots verschijnt een andere tank met majoor Dunlop, vergezeld van Britse infanterie in halfrupsauto's. Ze drijven de resterende Duitsers uit hun schuilplaatsen. De actie duurt slechts enkele minuten. Politieagenten en verzetstrijders helpen een handje mee. Ze nemen de Duitsers gevangen en leiden ze weg. Na een kort oponthoud in het centrum zal de hele Britse kolonne verder noordwaarts trekken. Antwerpen en zijn haven liggen nu in het bereik. In Boom kan het leven als een normale gang hernemen. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is hier al een feit.